Oké, je hebt dus duizenden video's bekeken over hoe mooi Noorwegen is. Je bent hier 2 keer op vakantie geweest. Je kan hei en hadde zeggen. En je denkt nou, kan ik naar Noorwegen verhuizen? Het is lastig, het is een lastig proces. Maar emigreren is altijd een lastig proces. Dus waar begin je? Is het mogelijk om zomaar naar Noorwegen te gaan? Wat zijn de kosten die ermee gepaard gaan? Is het een eenvoudig proces? Kan ik solliciteren vanuit Nederland? En hoe zit het met het starten van een bedrijf? Is het allemaal makkelijk? Nou, dat klinkt allemaal als hele makkelijke vragen, maar het is het niet. Dit is de eerste keer dat ik een film als dit op YouTube zet. Dus ik hoop dat jullie geduld met me hebben. Ik heb nul editing skills, maar ik zal proberen om jullie van zo goed mogelijke informatie te voorzien. Allereerst, het is een moeilijk proces. Het is niet moeilijk in de zin van dat het niet te begrijpen is, maar het kost een hele hoop tijd. Om te beginnen, je mag 3 maanden in Noorwegen verblijven zonder dat je je registreert. En dat betekent dat in die 3 maanden kun je een baan zoeken of kun je een bedrijf starten of een huis kopen of weet ik veel wat. Nou. Dus dat is het begin. In het begin heb je 3 maanden. Als het je na 3 maanden niet lukt om een baan te vinden, kun je volgens mij bij de politie een verlenging van je 3 maanden termijn aanvragen. En dan verlengen ze het meestal met nog eens 3 maanden. En dan krijg je dus een tijdelijk bewijs en dan heb je 6 maanden. Dat is ook op het moment dat je bijvoorbeeld sommige dingen nog voor je bedrijf niet in orde hebt, dan krijg je gewoon een tijdelijk werkzoekerscertificaat of zo noemen ze dat. En dan kun je gewoon je gang gaan. Op het moment dat je hier binnenkomt, is het belangrijk dat je of gelijk je bedrijf start, of zo snel mogelijk begint met werken. En dat heeft een aantal redenen. Met name de gezondheidszorg. Want overal op internet lees je misschien van: oh, in Noorwegen is de gezondheidszorg gratis. Die is alleen gratis op het moment dat je belasting betaalt. En natuurlijk voor kinderen onder de 18, dan is het wel gratis. Maar het is dus zaak dat je zo snel mogelijk dat doet. Op het moment dat je hier komt wonen op basis puur van eigen vermogen, dan dien je een eigen particuliere zorgverzekering te hebben. En dat is wel een belangrijk punt, want ik raad eigenlijk iedereen aan die verhuist naar Noorwegen om een particuliere zorgverzekering af te sluiten. Want je zit namelijk een tijdje in een soort van dode periode, zou ik het bijna zeggen, dat je nog niet compleet geregistreerd bent in Noorwegen. Je hebt natuurlijk dan wel eerst stappen gezet, maar je bent al wel helemaal uitgeschreven uit Nederland. Tenminste, ik neem niet aan dat er veel mensen zijn die hun eigen huis aanhouden op het moment dat ze gaan emigreren. Dus dan zit er een soort tussenperiode in, want pas in de laatste fase dat je je FUTSOS-nummer krijgt, dat is een Noors BSN-nummer, dan val je officieel echt in het Noorse gezondheidssysteem. En om dus te voorkomen dat er voor die tijd iets gebeurt, want ze zeggen wel, hè, dat staat heel mooi beschreven volgens mij, staat het letterlijk zo in de wet dat op het moment dat je recht hebt op een FUTSO-nummer, dan gaat dat al in vanaf de dag dat je Noorwegen ingaat. Maar ja, je weet nog niet of je daar recht op hebt. Misschien word je wel afgewezen. Dus het is wel verstandig om eventjes een expatverzekering voor jezelf en eventueel je gezin af te sluiten voordat je gaat. Kost een paar honderd euro, maar ik denk dat het je een hele hoop gedoe kan schelen. Nou, er zijn 2 soorten nummers. Je hoorde me net al praten over een FUTSO-nummer. Dat is het Noorse BSN-nummer. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat je een Noors FUTSO-nummer hebt, want daar hoor ik ook veel mensen over. Oh, als je een Noors BSN-nummer hebt, dan ben je dus Noors burger. Nee. Je bent inwoner van Noorwegen, maar je bent geen Noor. Je bent nog steeds Nederland of Nederlander of welke nationaliteit je dan ook op je paspoort hebt staan. Dat is je nationaliteit en dat verandert ook niet zomaar. Nou, dus hoe gaat dat? Voordat je een FUTSO-nummer krijgt, krijg je in veel gevallen krijg je eerst een D-nummer. Een D, dat ik weet het niet zeker, maar volgens mij staat het gewoon voor iets als dummy-nummer of zo. Dat is een nummer waarmee je heel veel dingen al kan, maar niet alles. Je zit bijvoorbeeld nog niet. Er rijdt een grote vrachtwagen voorbij, dus ik hoop niet dat jullie daar heel veel last van hebben nu. Ze zijn bezig met. Hoe noem je dat? De kant te trimmen, het lange gras weg te halen.
Ja, dus over een, je krijgt eerst een D-nummer in heel veel gevallen. Een D-nummer, dat kun je zelf niet aanvragen. Dat is belangrijk om te weten. Heel belangrijk stuk informatie. Op het moment dat je een bedrijf start, dan vraagt de Noorse Kamer van Koophandel vraagt voor jou een D-nummer aan. Op het moment dat je begint met werken, dan vraagt je werkgever een D-nummer voor je aan. En daar zit wel een ding, want op het moment dat je een baan krijgt bij een klein lokaal bedrijf die misschien niet zoveel ervaring heeft met het aanvragen van D-nummers, die kunnen daar een beetje, ja, nou, sceptisch wil ik niet zeggen, maar die staan er vaak niet zo vrolijk in, omdat ze dan ja, toch weer een administratieve taak hebben. Er zijn bedrijven die daarbij kunnen helpen. Dus op het moment dat je zover bent, dat je gaat werken, dat je een baan kan krijgen, maar dat je werkgever zegt van ja, dat D-nummer aanvragen, dat is nog een beetje lastig. Er zijn bedrijven die je daarbij kunnen helpen. Dus dan kun je gewoon of met mij contact opnemen. Ik weet niet of ze het fijn vinden als ik ze hier noem. Dus dat ik noem niet zomaar mensen op het moment dat ik ze niet mag noemen. Dus als je dan even contact met me opneemt, dan kan ik jullie wel in contact brengen. Dat is geen probleem. Op het moment dat je dus in Noorwegen komt, mag je gelijk een bedrijf starten als Nederlander of als EU-burger. En je mag gelijk beginnen met werken. Tenzij je een gereguleerd beroep hebt, bijvoorbeeld als je arts of psycholoog of verpleegkundige of wat dan ook bent, dan heb je eerst moet je autorisatie aanvragen en dan daar zitten ook taalvereisten bij en dat niveau Noors dat je dan moet spreken, dat is volgens mij, of niet volgens mij, dat is niveau C1. De taal is in een bepaalde schaal opgebouwd. Ik weet niet hoe die schaal heet, maar het gaat van A2 naar A1, naar B1, B2 en dan C1, C2. En ja, je moet dan op niveau C1 Noors kunnen spreken. Op het moment dat je aangenomen wordt bij bijvoorbeeld een ziekenhuis of zo, dan krijg je vaak taalkursus en zo. Maar dat is dus een voortraject voordat je dan de Noorse autorisatie krijgt. Dus je mag niet gelijk vanaf dag 1, tenzij je natuurlijk Noors spreekt en die autorisatie voor die tijd weet te regelen. Maar mag je niet vanaf dag 1 gelijk in het ziekenhuis werken en dat soort dingen doen. Nou, op het moment dat je een huis wil kopen hier, en dat is wel een lastige. Omdat je waarschijnlijk hier geen hypotheek krijgt op het moment dat je geen inkomsten hebt, nog. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld je huis in Nederland verkoopt en je hebt daar heel veel overwaarde op en je wil hier een huis kopen, dat kan natuurlijk wel. Daar heb je geen vergunning voor nodig, tenzij je een huis koopt met meer dan een bepaalde hoeveelheid grond. Maar als je dus een huis koopt, dan vraagt de makelaar een D-nummer voor je aan. En met een D-nummer, dat dummy-nummer, dan kun je bijvoorbeeld een bankrekening openen, een auto op naam zetten. Al is dat wel lastig tegenwoordig, want dat zou nog mogelijk moeten zijn, maar heel veel banken willen je bijvoorbeeld nog geen bank-ID geven op het moment dat je een D-nummer hebt, maar wel op het moment dat je een FUTSO-nummer hebt. Het is veel informatie, maar gelukkig kun je YouTube op pauze zetten en terugspoelen. Maar ik ga redelijk snel. Op het moment dat je een FUTSO-nummer hebt, dan krijg je ook bank-ID en dat is een soort de Noorse DigiD. En daarmee kun je eigenlijk alles in Noorwegen. Een telefoonabonnement afsluiten, extra verzekeringen afsluiten, hypotheken aanvragen bij je bank, lening voor als je een boot wil hebben of weet ik wat, dat kun je allemaal met dat bank-ID doen. Oké, maar dan ben je dus aangekomen in Noorwegen en je eerste 3 maanden zitten er bijna op en dan moet je melden bij de politie. Dit is een belangrijk punt. Maak de afspraak alsjeblieft als je aankomt in Noorwegen, dag 1, zodra je aangekomen bent, ga op de website van de UDI, maak een afspraak met de politie. Want in sommige regio's is de wachttijd echt heel lang en het kan zelfs voorkomen dat de wachttijd langer is dan dat die 3 maanden duurt. Dus in ons geval, wij zijn, omdat het lokale politiekantoor hier geen afspraak had in een bepaalde periode of geen mogelijkheid tot afspraken, zijn wij 3 uur verderop geweest. Nou, dat is op zich geen probleem natuurlijk, maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Zeker op het moment
dat je een baan hebt, dan kun je niet tegen je werkgever zeggen van, hey, morgen moet ik, ik weet dat ik hier na 2 maanden werk, maar ik moet morgen eventjes naar, weet ik veel, Oslo of Trondheim rijden, om daar een certificaat op te halen. Maar het is wel verplicht, je moet geregistreerd zijn. En de Nooren zijn, ja, er is natuurlijk geen de Noor, zeg maar, die bestaat niet. Iedereen hier is ook verschillend, net als in Nederland. Maar hou je wel gewoon aan de regels. Het is niet verstandig om te denken van, ah, dat komt wel goed. Ga alsjeblieft, maak gewoon die afspraak dag 1 op het moment dat je aangekomen bent. Het liefst nog vanuit Nederland als je al een huis hebt of al weet waar je gaat wonen. Maar maak die afspraak. Nou, als je gaat registreren bij de politie, dan heb je bewijs van inkomsten nodig. Oftewel, dat kan een baan zijn, dat kan een eigen bedrijf zijn. Dan moet je dus wel aantonen dat je inkomsten hebt. Of je hebt een bewijs van eigen vermogen nodig. En daar staat geen vast bedrag voor. Maar je moet gewoon aannemelijk maken dat je in de tijd dat je in Noorwegen bent, geen last zult zijn voor het sociale systeem. Belangrijk is dat op het moment dat je komt op basis van eigen vermogen, dan val je nooit onder het sociale zorgverzekeringssysteem. Dus dan heb je ook echt een bewijs van je eigen particuliere verzekering nodig. En ik moet zeggen, toen ik mij hier inschreef, had ik natuurlijk een eigen bedrijf, ik had al inkomsten. Maar het was wel heel erg fijn om alsnog een expatverzekering te hebben uit Nederland, want die kon ik er gewoon bij doen. En daardoor, ik denk dat het daardoor wel iets makkelijker ging. Laat ik zo zeggen, ze waren positief verrast en het proces liep vrij snel. Nou ja, en je kan je ook nog registreren hier als student. Maar daar focus ik me niet op in deze film en überhaupt niet, want daar weet ik gewoon veel te weinig van. Daar heb ik zelf hier niet meegemaakt. Nou, als je dan een jaar of langer hier wilt blijven, dan moet je je daarna, nadat je bij de politie bent geweest, je ook melden bij de Belastingdienst. Volgens mij kan dat tegenwoordig zelfs al voordat je bij de politie bent geweest. Maar dan moet je wel echt de intentie hebben om hier langer dan een jaar te zijn. En dan moet je de hele rattenplan die je vanuit de politie hebt meegekregen, of die je daar moest inleveren, moet je nog een keer bij de Belastingdienst inleveren. En op het moment dat de Belastingdienst je dan goedkeurt, dan krijg je uiteindelijk een FUTSO-nummer. Nou, als je dan een FUTSO-nummer hebt en je bent hier niet op basis van je eigen vermogen, dan en alleen dan kun je je particuliere verzekering pas opzeggen. En ja, dan zit je dus even in die tussenfase van, hè, wat ik eerder al zei, van er is een periode dat je dan officieel recht al zou hebben op die Noorse verzekering, maar op het moment dat er dan voor die tijd iets gebeurt, ja, en je staat niet geregistreerd, dan ja, dat kan een pijnlijk verhaal worden. Ik bedoel, ze helpen je wel dan in het ziekenhuis. Het is niet zo dat ze je dood laten gaan of zo. Maar dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Nou, dat is het proces. Is het eenvoudig? Ja, het is redelijk eenvoudig. Het is straightforward, maar het is wel eventjes wat geregeld. Nou, wat ik ook vaak krijg op het moment dat ik hier een Nederlander spreek die hier op vakantie zijn, van goh, is het mogelijk om al sollicitaties te versturen vanuit Nederland? En dat hangt heel erg af van je beroep. Mensen zijn hier heel erg op zoek naar, en dat is natuurlijk hetzelfde als in Nederland, naar artsen, verpleegkundigen, psychologen, alles in de gezondheidszorg. Dan kun je eigenlijk wel vanaf Nederland al solliciteren. En dan krijg je vaak ook in Nederland al een taalkursus aangeboden, dat soort dingen. Dus dat werkt wel, maar op het moment dat je in de vrije beroepen werkt, dan kan het wel wat lastig zijn. Want ja, je krijgt gewoon dan snel te horen van, het is leuk, ja, je hebt een goed cv, we willen je wel hebben, maar je bent hier niet. En we weten niet wanneer je hier komt en al dat soort dingen. En je hebt nog geen huis en waar ga je wonen en al dat soort dingen. Dus dat duurt altijd even. Dus ja, het kan nooit kwaad om sollicitaties te versturen vanuit Nederland. En als je aangenomen wordt, echt super gaaf. Maar dat is niet de tenminste wat ik begrepen heb van mensen hier, hoe het meestal gaat. Dus ook als je hier naartoe komt, de meeste mensen die komen hier op basis van eigen vermogen en zoeken dan een baan. Dus dan hebben ze gewoon, weet ik veel, een paar duizend euro gespaard. En daarmee redden ze het dan de eerste, weet ik veel, 3 tot 6 maanden. En dan vinden de meeste mensen wel een baan. Nou, wat zijn de kosten die ermee gepaard gaan? De grootste kostenpost, en dan heb ik het niet over het inhuren van de verhuiswagen, want Noorwegen is natuurlijk lang, hè? Op het moment dat je in Zuid-Noorwegen wil zitten, dan
is een verhuizing natuurlijk goedkoper, kun je voorstellen, dan wanneer je in het uiterste noorden wil zitten. Maar de grootste kosten die ik zelf tegen ben gekomen, dat is met het importeren van een auto. En ik rijd zelf een redelijk oude auto. Maar dan moet je echt eerst bij de douane al een soort invoertax betalen. En dan denk je van, oh, dat is een flink bedrag. En dat komt ongeveer overeen wat ik op de Noorse RDW-site heb gezien. Maar dan kom je vervolgens bij de RDW voor de Noorse kentekenplaat. En dan kun je nog een keer dat bedrag betalen. Het is het bijna niet waard. Je kan beter gewoon de auto, voordat je weggaat, op naam van een familielid zetten of zo in Nederland, dan met die Nederlandse auto hier naartoe rijden. En dan desnoods, ik weet niet of je een neefje hebt of zo die het leuk vindt om te rijden, betaal je zijn vliegticket en dan kan hij terugrijden en een mooie roadtrip ervan maken. Dat is goedkoper dan een auto importeren. Je kan hem dus beter dan weer in Nederland verkopen en dan hier een nieuwe auto kopen. Achteraf, dat had ik sowieso gedaan. Dat had gewoon heel veel geld bespaard. Even kijken, dus heb ik nou alles, tenminste, niet alles natuurlijk, maar heb ik het een beetje gehad. Ja, ik kan sollicitatiebestuur, daar heb ik gehad. Ik heb notities gemaakt, jongens, ik ben voorbereid. Hoe zit het met het starten van een bedrijf? Nou, dat is vrij eenvoudig. Dat is het formulier invullen. Ook daarvoor, op het moment dat je dat formulier niet ja, kan krijgen omdat je geen bankidee hebt, ook daarvoor zijn bedrijven die je daar echt heel goed mee helpen. En ik denk dat dat voor dit filmpje, want ik ben inmiddels al, als ik naar de timer kijk, al meer dan een kwartier aan het praten. En ik kan overal wel uren over doorpraten, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Dus als jullie dit een leuk filmpje vonden, alsjeblieft doe een duimpje omhoog. Vertel iets hier beneden in de comments. Ook als je commentaar hebt, hoe ik het beter kan doen. Ik ben echt slecht in filmpjes maken. Laat het me maar weten. En als je het geen leuk filmpje vond en echt zo ontzettend niet een leuk filmpje, nou dan heb je het als het goed is al uitgezet, hoop ik. Anders heb ik een kwartier van je leven verpest. Ik weet niet wanneer jullie dit kijken, maar hier is het avond. Dus fijne avond en wellicht tot de volgende keer. Hadé!